Hey en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en ja hoor, ik heb weer eens een roomtour video voor jullie. Deze video is echt een van mijn meest aangevraagde video's van de afgelopen tijd. Ik heb in het verleden echt, ik weet niet eens hoeveel roomtour video's gemaakt. Dus mocht je al mijn roomtour video's willen zien, dan zal ik ze hieronder in de beschrijving linken. Maar ik heb de afgelopen tijd wel een aantal dingetjes aan mijn kamer veranderd. Oké, alle meubels zijn op dezelfde plek gebleven, maar ik bedoel meer van decoratie dingetjes. Ik hou er gewoon van om mijn kamer af en toe opnieuw te decoreren. Dus mocht je benieuwd zijn hoe mijn kamer er op dit moment uitziet en wat de details nou zijn uit mijn kamer, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we dan maar snel met de roomtour beginnen. Laten we beginnen met een overzicht van mijn kamer. Zo ziet mijn kamer eruit. En we beginnen gelijk met deze muur. We hebben hier twee schilderijen hangen. Nou ja, wall art. We hebben hier een hele mooie plant. En hier een quote. En hier op de grond zien we een aantal pakketjes staan die ik aan het opsparen ben voor een video. Dan gaan we naar deze kant. We hebben hier mijn kledingrek. Op dit moment heb ik mijn favoriete items hier aan hangen. Met deze mooie hangers van de Primark. En dan hebben we hier een flower crown. En dit is mijn favoriete tas van het moment. Hij is van... geen idee, het komt hier in beeld te staan. Dan hebben we hier beneden een tas van de Bershka. Mijn drie favoriete paar schoenen. En dan hebben we hier een ingebouwde kast waar ik mijn kleding in heb zitten. Zo ziet mijn kledingkast eruit. Het is best wel vol. Ik heb vrij weinig ruimte voor mijn kleding. Maar ja, we moeten er maar mee doen. En hier hebben we al mijn ondergoedjes. Dan mijn bureau. En dit is misschien wel mijn favoriete plek van mijn kamer. Maar ja, als eerst hebben we deze bureaustoel. Deze heb ik sinds kort nieuw. Deze is van de IKEA. En hier heb ik een kussentje. Volgens mij is die van de Action. En we hebben hier een dekentje voor als ik het ooit koud heb. Nou, bovenop mijn bureau. Oh ja, dit was bijna vergeten. Bij mijn kledingrek heb ik ook nog dit hangen. Allemaal kettingen en een zonnebril. Maar oké, we gaan hier mee verder. Op mijn bureau, of nou ja, kast, bureaukast, heb ik deze dingen staan. Een klok die niet aanstaat, want ik heb er nog steeds geen batterij in gedaan. Een fotootje van mij en Leonie. Een S en twee cactussen. Dan hebben we hier allemaal opbergruimte. Dit is sinds mijn vorige roomtour video niet echt veranderd. We hebben hier al mijn camera, apparatuur, elektronica. Ik kom eigenlijk ruimte tekort, want ik heb echt veel te veel spul. En hier hebben we allemaal pennen, opbergdingen, eigenlijk allemaal random spulletjes en twee fidget spinners. Heel random. Dan gaan we verder naar mijn notitieboekenverzameling en andere boekjes. We hebben hier eerst een spiegel, die gebruik ik voor mijn make-up. En dan hebben we hier een mandje, deze is van de HEMA, met allemaal boekjes erin. En dan hebben we hier, het is best wel een rommelig plekje, maar het werkt voor nu. Hier hebben we mijn horlogeverzameling. En daarachter hebben we een body butter en een kaars en een mandje met al mijn parfums. Hieronder hebben we mijn laptop en daarbovenop heb ik een mandje met allemaal bonnetjes en administratiedingen of belangrijke papieren die ik moet bewaren of moet behandelen. Dan hier hebben wij mijn lipsticks van NYX. En pennen en geurstokjes. Niet zo bijzonder, maar ik vond het wel schattig in dit hoekje. Mijn computer is natuurlijk de eyecatcher. Maar we hebben hier zo'n bureaublad. Hoe wil je dat ding noemen? Dit ding. En daaronder heb ik een papiertje, gewoon voor de leuk. We hebben hier stabilo's. En dit zijn niet zomaar stabilo's. Dit zijn stabilo's met een pastelkleurtje. En dan hebben we hier nog zo'n clipset, wat altijd handig is. Dan hebben we hier mijn planner. Hier plan ik al mijn YouTube activiteiten in. Dus dit ding. Dan een fles met water, want water is goed voor je. Dus die heb ik hier altijd staan. En dan hebben we hier mijn telefoon. Ook leuk. En in dit hoekje hebben we ook nog een aantal dingen, namelijk thee. Deze thee is van de Action. En we hebben hier een bakje met al mijn
ringen en 2 armbanden. Oké. Dan staat hier mijn bureaulamp met een plant. Ja, ik ben nog een beetje aan het kijken hoe ik dit in wil richten. Maar voor nu vind ik dit er wel prima uitzien. En hierboven hangen ook nog 2 schilderijen. Of ja, wall art. Dan heb ik onder mijn bureau daarachter nog allemaal opbergruimte. Ja, ik ga dat niet laten zien, want het is echt een troep. En dat blijft altijd een troep. Dus dat hou ik liever verborgen. Maar hier hebben we wel iets leuks, namelijk dit ladekastje. En in het bovenste laadje heb ik mijn make-up stash. Het is nooit opgeruimd, want ja, ik raak het elke dag aan en dan wordt het gewoon rommelig. En hier mijn make-up stash. Nog een laadje met allemaal make-upjes. Dan hebben we hier, ga ik schrikken? Nee. Allemaal haarapparatuur, dus krultangen, steltangen. Of nou ja, 1 steltang en 1 stelborstel. Haarverzorgingproducten en mijn borstels. Dan is dit wel een rommellaadje volgens mij. Ja, ik krijg hem amper open, maar dit is dus mijn rommellaadje. Die moeten we ook hebben. En het laatste laadje is een beetje, ja, hoe noem ik dit? Administratief. Dit is gewoon een opbergmap. Mijn diploma, die chillt hem daar. Extra portemonnees. En natuurlijk, wat jullie al is opgevallen, mijn eigen stickers. Die had ik nog over van Feed en het Dutch YouTube Gathering. Dus mocht ik ooit weer een meeting hebben, dan neem ik het ook weer mee. Dat dus. Dan hebben we hier mijn prullenbak, waar nu geen vuilniszak in zit. Maar normaal gesproken zit dat er wel in. Maar hallo, prullenmand, leuk je te zien. Dan hebben we hier mijn spiegel. En mijn outfit is heel charmant op dit moment. Dit is echt mijn chill outfit. Maar ik heb dus hier een hele mooie grote spiegel van de IKEA. As always, alles komt van de IKEA. Nee, oké, niet alles, maar heel veel. Dan hebben we hier wel iets van de IKEA, namelijk ja, een opbergsysteem. Het is eigenlijk een plantenbak, maar ik gebruik het gewoon voor ja, mijn dagelijkse dingen, zoals mijn kwasten. Daar chillt mijn pil. Dan hebben we hier ja, elastiekjes, et cetera. Wat de schijfjes en wat de staafjes. Make-up remover, deo. Het is een beetje rommelig, maar zoals mijn make-up stash raak ik dit elke dag aan. Dus het kan gewoon niet opgeruimd blijven. En hier zien we een nepplant. Dan hebben we een boek van Jen McAllister. Die heb ik nog steeds niet uitgelezen. Nog een ander boek. Een tijdschrift. En dit is best wel leuk. Oh, dit is stoffig, man. Dit is namelijk mijn YouTube herinnering box. Nou ja, zo heb ik het genoemd. Ik krijg het open. Tada. Hier heb ik bijvoorbeeld mijn creator pas van het Dutch YouTube Gathering. We hebben het Dutch YouTube Gathering bandje. YouTube zonnebril. Mijn allereerste soort van merchandise. Een sapje armband. Dan, wat is dit? Een Dutch YouTube Gathering zonnebril heb ik. Dit is gewoon zo leuk om te bewaren. Eigenlijk moet ik een grotere doos gaan vinden. Waar ik nog meer dingen in kan bewaren. Maar dit vind ik wel leuk. Want ik kon het nooit een plek geven. Maar nu heeft het wel zijn plek. Dus dit. En dan hebben we natuurlijk ook nog mijn bed. Ik heb nu op dit moment deze kussens op mijn bed liggen. De voorste kussen komt van Stradivarius, Primark en ook Stradivarius. En ik heb hier een hele schattige knuffel. Hi. Om eerlijk te zijn heb ik geen idee wat dit hier doet. Het hangt er. Het is licht, maar ik doe het nooit aan, want ik weet het eigenlijk niet. Ik moest een beetje opvulling hebben, maar als ik ooit een soort van nachtlampje wil hebben, dan hangt het hier. Maar we hebben hier een hele mooie spiegel. Hi. Deze spiegel is van de Primark. En hierboven hebben we een plank met een lightbox. Deze is ook van de Primark. Laten we hem even aanzetten. Kijk hoe leuk. En dan hebben we hier een random ja, vaasje waar niks in zit. En een plant die ook best wel snel doodgaat. Want hij krijgt ook niet zoveel daglicht. Wel genoeg water. Maar ja, die staat hier heel mooi te chillen. Onder mijn bed heb ik ook nog opbergruimte. We hebben hier een la met al mijn tassen, ander spul. Dit. En in deze la hebben we nog kleding. En ondergoed. Zo, dat was alweer de rondleiding door mijn kamer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie er ook inspiratie van hebben gekregen. Ik ben oprecht best wel blij met mijn kamer. Ja, zoals ik al eerder zei, verander ik het wel regelmatig. Maar ja, ik heb een kleine kamer. Ik kan er niet zoveel aan veranderen. Helemaal als je grote meubels hebt. Ik heb een groot bureau. Ik heb voor mijn kamerformaat een groot bed. Dus ja, ik kan niet zoveel. Maar ja, I'm happy. Doe vooral dat blauwe duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan.
hoeveel likes kunnen we krijgen? Zullen wij voor de 2500 likes gaan? Ik weet niet of dat gaat lukken, maar klik gewoon op dat like knopje. Deel wat liefde en ja, check ook even de beschrijving voor mijn andere roomtour video's. Dan zie je echt de verandering van mijn kamer. Dat is wel leuk om te zien, want als ik dat nooit had gedaan, zou ik dat ook nooit kunnen weten hoe mijn kamer vroeger was. Dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei doei! I'm feeling like a child. I'm feeling like a child.